Met de geplande opening van het belevingscentrum over de Eerste Wereldoorlog in ons Vlaams-Brabants dorp Tieldonk ontstaat het ambitieuze idee om het centrum open te spelen met een nieuw werk voor fanfare, geïnspireerd door de afschuwelijke gebeurtenissen die in ons dorp plaatsvonden aan het begin van de oorlog. We schrijven augustus 1914. Duitse troepen vallen België binnen op weg naar Frankrijk. Ook Tieldonk ligt op de route van het Duitse leger. Nadat ze er beschoten worden door Belgische soldaten, nemen de Duitsers wraak op een boerengezin. Mannen, vrouwen en kinderen worden brutaal vermoord. S'avonds komen er veel een pint drinken in ons café. Er zijn erbij die hun tranen niet kunnen inhouden als ze over thuis vertellen. Over hoe de oogst zal binnengehaald worden en hoe hun vrouw er zich alleen... Dit mag niet. Een oorlog moet onder soldaten en legers uitgevochten worden. Dierbare gelovigen, alleen onze lieve Heer kent het juiste antwoord op deze gruwelijke oorlog.